We gaan kijken in deze video hoe je Copilot kunt gebruiken binnen Teams. Binnen Teams vind ik dat hij echt wel een aantal hele handige functies heeft. En ja, ook meerdere functies waarbij je Copilot als een soort van assistent zou kunnen gebruiken. En ja, ik ben er echt wel enthousiast over en ik heb begrepen dat jij dat ook bent, Timon. Ja, absoluut. Je kan vergaderingen en bestanden laten samenvatten. Ben je er later bij een vergadering, dan kan je aan Copilot vragen wat je precies hebt gemist. Je ziet zelfs op welk moment er iets gezegd is. De concrete actiepunten worden ook voor je opgesteld. Ja, nou, echt ideaal. Ja. We gaan het samen laten zien. Helemaal goed. Teams heb ik dus al even getest. En ik denk dat ik samen met PowerPoint hier wel echt het meest van onder de indruk ben. Dat ben ik wel benieuwd. Wat vind je het sterkste dan aan Teams? We kunnen dus een vergadering opstarten. Misschien kun jij er zo meteen even eentje inplannen. Dat gaan we en dan doen. Kan je Copilot aanzetten. Ja. En na de vergadering kan je gewoon vragen stellen over wat er gebeurd is. Je kan vragen van wat vindt Machiel ervan dat we gaan verhuizen naar een groter kantoor? Ja. Hoe staat Machiel tegenover borrels op donderdagmiddag? Nou, misschien kunnen wij gewoon een aantal dingen gewoon in ons gesprek verwerken. Laten we eens even kijken, ik ben benieuwd. Oké, top. Ja. In ieder geval is het belangrijk dat je je Copilot aanzet als je de meeting inplant. Ja, bij de vergaderopties rechtsbovenaan staat nu wie hoeft niet in de lobby te wachten. Maar je kan dus klikken op meer opties. Ja. En dan staat er ook ergens onderaan Copilot. Die kan je dan aanzetten. Ja, ja. Met transcriptie, dus dat is nu goed. Eigenlijk hoef je hier niks aan te passen. Nee. Ik dacht dat het nog handmatig moest aanzetten. Dus het gaat vanzelf. Dus wel als we nu gewoon even een kort gesprekje voeren. Ja. En dan stel ik jou bepaalde vragen en dan kan je erop antwoorden. Dan kunnen we dus later vragen van, hey, wat is er precies gebeurd tijdens onze meeting? Nou, je ziet inderdaad bij mij ook een melding. Zo, dus beter. Dat de opname en transcriptie zijn gestart. Ja. En bovenaan heb je als goed ook het knopje Copilot, hè? Ja. Ja, super. Staat er ook bij, inderdaad. Het is dus nieuw. Ook als je later aansluit tijdens de vergadering, kan je nog vragen wat is er precies gebeurd voordat ik hier kwam. Dat is handig. Dat scheelt ook echt heel veel tijd. Ja, wat ga jij volgende week doen, Machiel? Wat staat er allemaal op de planning? Nou, volgende week heb ik een aantal bedrijfsbezoeken die ik op planning heb. Dus we hebben een aantal bedrijven langs om te adviseren in het gebruik van Microsoft. Oké. Okay. Ja, in welke plaats? We kijken Groningen en in Heerenveen en in Burgum. Er komt net iemand binnengelopen. Dat is jouw collega. Ja. Hoe heet hij? Mijn collega die heet Jan. Jan, oké. Okay. Ja, mijn collega heet Nicky en mijn collega heet Pieter en Juri. Dat zijn meerdere collega's. Dus nu hebben we eigenlijk al wat dingen gezegd tijdens het gesprek. En we gaan bekijken of Copilot dat dus heeft onthouden. Ja. En of ik dus zou kunnen vragen van, hey, waar ga jij volgende week werken? Of die dan precies de plaats noemt. Ik ben heel benieuwd. Dat zou goed moeten gaan. Ja. Dus zullen we gewoon even uit het gesprek gaan? Ja, dus dan is de vergadering over. We kunnen het gesprek verlaten. Ja. Oké, we hebben dus de vergadering nu afgesloten. En we gaan dan achteraf weer terug naar Copilot om te vragen wat Copilot nog weet over ons. Ja. Ik heb je natuurlijk een aantal vragen gesteld. Klopt. Laten we even kijken hoe goed dat is blijven hangen. Ja, nou, we moeten de opname eigenlijk gaan opzoeken. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Kan via de chat. Ik doe dat even via de afspraak zelf. Daar zie je de opname onder andere hier in de chat staan. En als ik de opname aanklik, opent hij de opname. En zie je hierboven in Copilot. Nou, zonder dat we de opname helemaal hoeven door te neuzen, kunnen we eigenlijk nu wel een vraag gaan stellen. En gaan kijken of hij het antwoord weet. What are Machiel's plans for next week? En inderdaad geeft Copilot een hele goede samenvatting. Hij geeft al aan dat ik een aantal bedrijven ga bezoeken. En ook kan hij vertellen in welke plaatsen die bedrijven zich bevinden. Dus dit is echt zo'n mooie functie. Je hebt ook een 1 erachter staan, hè? Zie je dat? Ja. En een 2 en een 3. Daar kan ik ook op klikken. En volgens mij kan je ook teruggaan naar het moment dat jij dat hebt gezegd. Ja, dat is wel cool. Kunnen we dat eens kiezen? Ja. Ja, dus er staat hier net op 1 minuut 7. Ik denk dat hij dan de transcriptie, het moment in de transcriptie kiest. Oh ja. Nou, we zien dat Copilot tegenwoordig ook in het Nederlands kan antwoord geven. En we zien dat de vraag wat mijn plannen voor volgende week zijn, daar heeft hij een prima antwoord op. Hij weet dat ik verschillende bedrijven ga bezoeken. En hij weet ook nog welke plaatsen die bedrijven zich bevinden. En je kan ook vragen om een samenvatting. Ik ben heel benieuwd. Als je de vergadering hebt gemist, dan ben je meteen weer bij. Gaan we dat ook weer in het Nederlands proberen? Als het kan, dan doen we dat gewoon toch? We gaan het gewoon proberen. Kijken wat hij doet. Even kijken. Nou, hij is wel serieus aan het nadenken.
Voor mij voelt het dan soms echt alsof iemand aan het meeluisteren is. En dan, ja, echt Big Brother. Nou, kijk eens even. We zien hier een mooie samenvatting. En we hebben samen een demonstratie gegeven. Ik heb van alles verteld. En Theo, oftewel Timon in dit geval, heeft ook een aantal collega's genoemd die samen met Microsoft werken. In dit geval met Mr. Chef werken. Nou, je ziet ook wel dat Copilot heeft er niet altijd helemaal bij het recht. Maar jij had het gezegd, toch? Ja, ja. Ja, wat ik dus ook veel hoor, is dat bedrijven dit gebruiken om actiepunten op te stellen. Dus je hebt een vergadering bijvoorbeeld van 2 uur. Wat zijn echt de concrete taken die uitgevoerd moeten worden na de vergadering? Ja. Zou je die eens willen proberen? Ja, nou je ziet hier, toevallig zie je hier ook al een soort van snelkoppeling waarbij je direct die actiepunten kunt gaan vragen. In het Engels weliswaar. Maar we kunnen ook eens gaan kijken of dat in het Nederlands lukt. Het had dus sneller gekund als ik had geklikt op de list action items. Maar ik heb er een hele lange zin van gemaakt. En de actiepunten zijn dat wij samen Copilot gaan testen. In dit geval Support en Theo, dat zijn de namen van de accounts. En verder staat er dat ik, en daar wordt wel mijn eigen naam genoemd, een aantal bedrijfsbezoeken ga afleggen. Nou, dat is ook een actie. Dat is ook wel slim hoor, dat hij cool. Er zo door heeft dat jij gewoon Michiel heet en geen Support. Nee, ik denk omdat jij mij die vraag hebt gesteld, hé Michiel. Ja. Ja. Nou, nu hebben we dus laten zien hoe Copilot werkt, hè, tijdens de vergaderingen in Teams. Je kan natuurlijk ook chatten met elkaar. En volgens mij kan je daar ook Copilot gebruiken, hè Michiel? Ja, dat kan inderdaad ook. Dus je kunt via de chat, links in je beeld, kun je naast dat je ook met Copilot kunt chatten, kun je bijvoorbeeld ook gaan chatten met een collega en daarbij Copilot gebruiken. Dus als ik nu bijvoorbeeld wil gaan chatten met Timon en ik wil jou een berichtje sturen met behulp van Copilot, dan zie ik hieronder het Copilot symbool. En kan ik Copilot vragen om bijvoorbeeld iets naar jou toe te sturen als ik moeite heb om dat bericht zelf te typen of als ik gewoon lekker snel wil. Wat je ook kan doen als jij bijvoorbeeld op een hele directe manier berichten schrijft, is het omzetten naar een misschien wat sympathieker bericht. Dus dan wordt jouw tekst eigenlijk herschreven, waardoor het ook beter overkomt. Misschien professioneler eruit ziet. Dat is wel mooi, ja. Ja. Kunnen we dat eens proberen? Zullen we dat proberen? Ja. Dus het eerste wat ik doe is even een berichtje typen. Dus ik ben een beetje kort van stof en ik wil eigenlijk vragen hoe het met Timon gaat. En ik zeg alleen, hoi, hoe is het? Dat is misschien een beetje kort door de bocht. En laten we nu eens kijken of Copilot dat een klein beetje kan herschrijven. Dus ik klik op Copilot en ik vraag of Copilot dat wil gaan herschrijven. Goeiedag, hoe gaat het met u? Nou, dat is wel beter, toch? Dat is heel netjes. Ja, ja, ik vind goeiedag, had ik wel goede dag gedaan misschien. Met die i vind ik het wel een beetje. Klopt. Maar we kunnen een en ander ook nog aanpassen. We kunnen het aanpassen ook. Ja. Ja. Als je op de knop aanpassen klikt, dan kun je nog aangeven hoe je het wil. Hè? Dus wil je het informeel, wil je het professioneel of enthousiast? Nou, ik vind Timon altijd heel enthousiast. Dus berichtje mag ook wel wat enthousiaster. En dan zien we nog steeds dat het in de u-vorm is. Dat is wel grappig. Dus we kunnen ook zeggen, ja, maar wacht even, dit moet echt veel informeler klinken. Dus dan maakt hij een aanpassing om het toch enthousiast en informeel te krijgen. Nog steeds wel u. Nog steeds u. Maar het begin is er, hè? Ja, het begin is er. We kunnen kijken of we het nog informeler kunnen krijgen. Zou die u er dan uitgaan? Nee, die gaat er niet uit. Ik denk dat het nog gaat komen. Dit is een functie waar we heel erg enthousiast over zijn. En waarschijnlijk zijn we ook de eerste die hier een video over hebben gemaakt. Zodat jij ook samen met je collega's gebruik kan maken van de nieuwste functies. Zeker. En we kunnen jullie daar ook bij helpen. Dus heb jij nog vragen? Vind je het leuk om als eerste bij te zijn en heel veel tijd te besparen door de inzet van Copilot? Nou, zoals je al wel merkt, wij hebben ons hier goed in verdiept. En we vinden het leuk om dit over te brengen naar jou en je collega's. We hebben net enkele functies gezien van Copilot. Kunnen we Copilot nog op een andere plek gebruiken in Teams? Ja, zeker. Aan de linkerkant heb je het knopje Copilot. Oh ja. Je kan hier dus vragen stellen over bijvoorbeeld je bestanden. Of als je bijvoorbeeld een stuk tekst wilt opstellen. We hebben het natuurlijk ook al gezien in ChatGPT. Ja. Je hebt het nu gewoon mooi bij de hand. En ja, zeker die bestandenfunctie. Je ziet ook een paperclip erbij staan. Dat betekent dat je ook bestanden kan uploaden en bijvoorbeeld kan vragen om samenvattingen. Ja, en misschien is het leuk om een document samen te vatten. Nou, dat lijkt me een heel goed idee. Even kijken. Nou, ik heb er nog een document bij de hand. Ik kan dat document natuurlijk selecteren, hè, zoals je aangaf, via het paperclipje. Even kijken, laten we even kijken, via files.
In dit geval zie je ook dat dit nog in het Engels is. En gaan vragen of je het kan samenvatten. En dat doe ik even in het Engels. Nou, we zien hier inderdaad een samenvatting van het document. Die nu gegenereerd wordt. Ja, dit gaat goed, hè? Dit gaat heel goed. We hebben eerder een gesprek gevoerd. Testgesprek, zeg maar. We kunnen misschien eens kijken of hij daar ook informatie uit kan vinden. Ja, ja, hij laat zien dat ik 2 testgesprekken heb gehad vandaag. De ene was samen met Timon. En een ander was een testgesprek die we niet hebben gebruikt. En eventueel zou ik nu kunnen vragen wat we hebben besproken in een van die beide gesprekken. En je ziet hieronder al een aantal mogelijk voorgestelde vragen eigenlijk die we kunnen gebruiken. Dus we kunnen gaan kiezen. En hieronder zien we ook dat er nog wat de verwijzingen zijn naar die beide gesprekken. Bij mij staat nog niet aan de linkerkant Copilot. Jij hebt hem zelf toegevoegd, geloof ik, hè, Michiel? Ik kan wel even kort laten zien hoe dat werkt. Ja, op het moment dat je hem nog niet hebt toegevoegd, kun je hem heel gemakkelijk vinden. Hij staat dan waarschijnlijk tussen de 3 puntjes. Dan is hij al toegevoegd aan jou, aan de tegels aan de linkerkant. Alleen is hij misschien nog niet zichtbaar en vind je hem hier terug aan de linkerkant. Wat denk jij, Michiel, zou je hiermee aan de slag moeten als bedrijf? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat het echt tijdsbesparend is. Dat je echt veel tijd en daardoor ook veel efficiënter kunt werken. En dat je Copilot echt heel handig kunt inzetten op een veilige, en want dat is denk ik een hele goede. Naast ChatGPT is Copilot toch wel een hele andere instrument die hetzelfde kan, maar dat op een veel meer gecontroleerde manier doet binnen jouw tenant. Ja, ik ben het er niet van mee eens. Dus, maar ik ben er sowieso enthousiast over. En graag zien we je weer terug bij de volgende video. Yes, tot ziens.